En, hoe ging het? Ik hoop goed. Ik hoop op een goed cijfer. Blij dat de eerste voorbij is? Zeker, zeker weten. Opgelucht. Het was geschiedenis, hè? Is dat je favoriete vak? Of, Sowieso. Er zijn betere vakken, waar ik ook beter in ben. Maar het is wel leuk. En mijn schoolexamens kunnen goed gaan, maar ja, als deze dan heel slecht gaan, trekken ze toch je cijfer keihard omlaag. En dat is wel pittig en dat merk je ook wel in de zenuw en spanning. Vanochtend een beetje buikpijn? Een beetje wel. Ik voelde hem wel, ja. Hoe was je voorbereiding op de examens? Slechter dan ik had gedacht, want ik zou gewoon in de hele vakantie de tijd nemen. Maar ik heb toch iets te veel met vrienden gechilled en iets te veel uitstapjes gedaan. Je hebt wel een beetje bijgeloof, geloof ik, hè? Ja, nou ja, dat soort van, mijn sokken. Denk ik dat je op ik heb altijd permanente kerstsokken aan. Niet altijd dezelfde, wel gewoon verschillende paren. Maar die moet ik dus vandaag ook weer aan hebben. Om het nog zwaarder te maken heb je vandaag niet één, maar twee examens. Je hebt zo nog een examen Engels. Ja. Wat vind je daarvan dat je twee examens op de eerste dag hebt? Nou, in dit geval prima, want het is geschiedenis waar je echt veel voor moet leren. En Engels, waar je hoogstens een paar oefenexamens voor hoeft te maken. Dus, en Engels is over het algemeen wel makkelijker. Dus ik ben in die zin blij dat ik gewoon twee examens op één dag kan afronden. Dat ik hierna dus nog maar vijf examens heb. Ik wens jullie heel veel succes en ook wel een beetje plezier.